Het Belgische elftal dat vandaag in het stadion aan het werk is, blijkt aanzienlijk sterker te zijn dan in de laatste wedstrijden. Wat we hier willen laten zien is 200 jaar ontwerpen uit België en Nederland. We beginnen in 1815 met mooie zilverontwerpen voor de koning, koning Willem I. En daarna, ja, dan is België en Nederland 15 jaar later toch apart. Het ontwerpen gaat in twee landen door en we gaan door tot 2015, de allernieuwste dingen. Sinds de scheiding in 1830 zijn beide landen hun eigen weg gegaan. En dat zie je ook terug in de ontwerpen. Als je bijvoorbeeld naar dit zo'n stoeltje kijkt, een stoeltje van Sybold van Ravenstein. Dat is helemaal in de stijl van de stijlbeweging. En dat stoeltje stond op een tentoonstelling, in de Art Deco tentoonstelling in 1925. En als je nou naar de Belgische Art Deco kijkt, dat is dit tafeltje. Zoiets zou je nooit in Nederland gevonden hebben in die periode. Nu, wat u hier ziet is eigenlijk een typisch Belgisch voorbeeld van een mooie gedekte tafel uit de jaren 50, midden jaren 50, waarin men de Amerikaanse stilering, de zachte vormen en de vrolijke pasteltintjes gaat mixen op zijn Belgisch. En als je dan eigenlijk ziet wat er in Nederland gebeurt, daar is het wijsvingertje iets strikter aanwezig. Waar Stichting Goed Wonen zegt van, u moet eigenlijk een mooie, nette gedekte tafel hebben, duurzaam, chic en absoluut zonder decoratie. Actief als altijd komt linksbuiten Moulijn de bal vaak zelf halen om een Nederlandse tegenaanval in te leiden. Maar mensen kunnen ook stemmen, kunnen een voorkeur uitspreken, ofwel voor een Nederlandse variant of voor de Belgische variant van voorwerpen. En als je dat 21 keer hebt gedaan, komt er vanzelf een winnaar uit. De twee curatoren willen heel graag gelijkspel spelen. En dat zo heel lang houden. Nog is de oranje ploeg niet tevreden. Maar verder dan een gelijkspel weet men het toch niet te brengen. Het blijft dus 2-2.